Ramiro Vaca. Echt een fijn besnaarde rechter, dat weten we intussen wel. Goed een minuut onderweg, daar komt de corner doorgekopt. Ja, is nog steeds niet weg. Het schot dan uiteindelijk vanuit de tweede lijn. Maar ook geen succes, het was Verlinde. In elk geval een furieus matchbegin van de thuisploeg. Steve Bolt meteen in overleg met Vladan Kujovic. Ex-doelman van Lierse, onder meer, en Club Brugge. Nieuwe corner dus. Hervé Matthijs achter de bal, of Matthijs, daarover zo dadelijk meer. Eerst die corner, dat is een goeie. En de kom-on, maar meteen de prima save hoor, van Jari de Busser. Moest daar wel alles uit zijn lijf halen om nog bij die kopbal te kunnen, maar zit er wel goed bij. De kopbal was het van Meissel. Oostenrijkse blok graniet achterin. Een nieuwkomer, één van de vele nieuwkomers, 6 in totaal. In vergelijking met vorig seizoen vandaag in de basiself. En de derde corner op een rij nu. Met Ramiro Vaca. Ja, over de grond dit keer. Ook niet kwaad, zeker niet. Ja, Dante Rigo. Vindt een goed wedstrijdbegin. Ja, dit balletje leidt nergens naar, wou ik zeggen, maar wordt toch nog binnengehaald. En dan mist Sebaoui zijn schot. En is dat toch wel, ja, een heel erg grote mogelijkheid voor Beerschot. Dat duidelijk de betere ploeg is in dit wedstrijdbegin. Het lopballetje was het van Baten over de verdediging. Maar goed, we kunnen weer voetballen met inworp. Voor Jan van den Berg, specialist in het vak. Daar komt hij, doorgekopt. Maar niet tot bij een paarshemd. Herkansing voor Van den Berg met zijn linker. De voorzet, maar de Busser met de vuisten. Herkansing van op de 16, maar geen succes. Nou, dan ook Beerschot. Dat nog eens komt piepen. In de persoon van Ramiro Vaca. Dus houdt Kauwe de bal wijselijk in eigen rangen. Oeh, dit is een stevige ingreep. En meteen een rode kaart. Meteen een rode kaart voor Dante Rigo. Quentin Pirard aarzelde geen moment. En alles en iedereen in volle consternatie. Maar ja, Dante Rigo, het zag er al niet kosher uit hoor. Ik wil nog eens wachten op die herhaling om te kijken wat hij juist raakt. Het leer of de man. Maar hoe dan ook, de beslissing van Quentin Pirard staat wel vast. Na 23 minuten Beerschot al met een mannetje minder. Hier nog eens kijken. Ja, het is moeilijk om te oordelen. Ja, het is langs achter. Het is op de enkel. En dat zijn twee puntjes die absoluut niet meewerken. Maar ze pakken het behoudend aan. Granel. Met zijn linker. Matthijs, oeh, dat is lastig terugleggen dit. Belgali met het schot en uiteindelijk Latouwers. Ja, Belgali trok naar binnen. Nou, dit is een gevaarlijke bal hoor, dit is een gevaarlijke bal. Alleen voor Jari de Busser, maar Jari de Busser nog met de ultieme save. En ook in de herneming, nee, nog steeds niet. Het is nog niet voorbij, het is nog niet voorbij. Het schot van Baten zeilt dan uiteindelijk nog over. Oei, 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 oei. Alle hens aan dek even bij Lommel achterin. Maar zowel Vaca als Thibaut Baten verzuimen om Beerschot hier na 31 minuten op een voorsprong te brengen. Nou, die tik was er hier te veel aan. Van Verlinde en zo en Baten. Ja, het is niet helemaal duidelijk wat Verlinde daar probeert. Orthodoxe manier, maar zijn netten vooralsnog schoon. Corner met Rocky. 2 minuten van de rust. Uitdraaiende bal. Herkansing voor de Braziliaanse linksachter. Goeie bal. En dit is de goal voor Lommel. Daar is hij. Ja. Het zat er een beetje aan te komen voor de bezoekers. Ja, dit is een dubbeltje op zijn kant natuurlijk. Maar het staat wel 0-1 voor Lommel na 43 minuten voetballen. En het is uiteraard Kauwe. Vinicius Dos Santos, clubtopschutter die er nog eentje bij zet. Zijn derde al van het seizoen, prikt al raak op de openingsspeeldag tegen Denner. 2 weken geleden dan ook tegen Jong Genk. En nu ja, die voorzet
mocht iets te gemakkelijk komen. Het is niet de grootste, is 1,84 meter. Maar toch, doet het wel goed. En is daar veel te vrijgelaten. Die voorzet mag zomaar komen. En dan is er geen verhaal voor Thibaut Bate. Die daar bij Kanwe staat. Achter de bal. Daar komt hij. Afvallende bal voor Sanusi. Maar is de Busser daar nog net op tijd bij. En dan in tweede instantie nog eens Jari de Busser het snelst op het leer. Ja, even dat vuur, die passie erin krijgen. Wie heb je er beter voor nodig dan Ryan Sanusi? Afvallende bal van de Berg maakt de weg. De corner met de linker wegdraaiende bal. Blijft gevaarlijk hangen en dan wordt hij nog net voor de lijn gekeerd. Het is nog niet voorbij. Lathouwers keert hem nog net op de lijn. Maar dan heeft de Quentin Pirard ook iets gezien wat niet kosher was. In de kluts. Van den Berg. Tot bij Meissen. Dat is wel heel erg scherp en verticaal. Stationnetje te veel. Ruimte voor de tegenprik. Alonso Martinez. Dat is een sneltrein. Die gaat er gemakkelijk voorbij. Voorbij Meissel. Meissel moet er gaan aanhangen. Het schot van Martinez. Niet 0-2. Want vond Bill Lathouwers op zijn weg. Het verschil in snelheid was wel duidelijk en merkbaar. De Costa Ricaanse sneltrein. Dit is dan wel weer heel erg goed gevoetbald van Henkes. Dit is goed gevoetbald. Alonso Martinez haalt de snelheid nog eens boven. En veld het verdikt. Ja, daar lijkt het wel op zeker. 0-2 voor Lommel. Op de tegenaanval is het sneltrein uit Costa Rica voorbij. Alles en iedereen. En 0-2 voor de bezoekers uit Lommel. En ja, Beerschot nu echt wel volledig de adem afgesneden. De 120 meegereisde fans uit het verre Limburg. Doltevreden. Dankzij deze Alonso Martinez. Nog eens kijken. Ja, het was te laat. Ze komen te laat. Ze komen er niet meer aan. Dat achterloze balletje buitenkant rechts van Henkes. En dan Martinez helemaal alleen op Lathouwers af.